Hi, boogschutter. Welkom bij jouw intuïtieve wekelijkse tarot reading met Annemiek. Anna met twee A's. Miek. Van tarot en zo. Ik ga de kaarten voor je schudden. De leggingen zijn tijdloos. Je kan elke andere clip bekijken die ik eerder gepubliceerd heb. Ongetwijfeld haal je er iets uit. Alsof je een tarotkaart trekt. Je kan ook kijken naar die clips waar je maan in staat. Als je iets meer over je gevoelens wil weten. Venus, als je iets meer wil weten over 1-op-1 relaties. Of, en die is heel krachtig, als je naar je ascendant gaat kijken. Dus naar dat sterrenbeeld, de clip van dat sterrenbeeld waarin jouw ascendant staat. Nice, cheetah. Cheetah, cheetah, cheetah. Wijs. Ik bedoel uil. Bzz, ik bedoel bij. Luipaard, trouwens. Jee, ik ben lekker bezig. Ik ga meteen Rider Waite erbij pakken. Als je wel eens aspirine slikt, of paracetamol, en je hebt de clip Weetjes en Update nog niet gezien, dan zou daar nog wel eens hele bijzondere informatie voor jou in kunnen staan. Oké. De Hoge Priesteres. Nou, daar begin ik blijkbaar mee. Oké. Je hebt met een vrouw te maken, of in elk geval vrouwelijke energie van iemand. Je wil of hebt innerlijke vrede. Ja, wat me opvalt, op schoot heeft ze de Torah, is dat volgens mij, heeft ze dus een boek liggen met kennis. Met kennis met hoofdletter K, ongetwijfeld, als het gaat over spiritualiteit. Als je wil weten waarom ik zo doe, dan kan je de clip zien in mijn spellijst bonus video's. Die clip die heet Spirituele Goddelijke Ervaringen. De kennis die jij hebt, het gaat over de wijsheid dus. Dat is bevestigd. De kennis die jij hebt om innerlijke vrede te krijgen, moet je iets ik hoor het mezelf zeggen en ineens schiet me ook te binnen waar de luipaard technisch voor staat. Het komt er altijd toch wel uit hoor, ook al weet ik zelf niet meer. Ik hoef in die zin, je hoeft niks meer te doen. Als je laat volgen door het hoge zelf, je hoeft echt zelf niks meer te doen. Je kan je helemaal ontspannen. Je kan je helemaal ontspannen, wachten op inspiratie. Een gevaar bestaat bij de bij dat hij naar te veel verschillende bloemetjes gaat. Te veel verschillende mensen gaat, te veel verschillende projecten, te veel mailtjes stuurt, te veel dingen uitprobeert, te veel sollicitatiegebrekken stuurt. De luipaard, die staat voor, je bent de kracht van jouw eigen zonne-energie. En die zonne-energie, die is voor jou. Jouw warmte, jouw kracht is voor jou. Als je het met te veel mensen, als je jouw kennis, waar ben jij? Als je jouw kennis met te veel mensen deelt, mensen die er eigenlijk geen interesse in hebben, of mensen die jou helemaal niet snappen, want het kan om best hoge kennis gaan. Ik gooi me wel termen nu, bewustzijn, waarheid, ontwaking, verlichting. Dan raak je jouw warmte kwijt. Dan koel jij af. En dat is niet alleen zo deze week. Dit is iets wat ik voel wat heel veel van jullie eigenlijk altijd hebben gedaan. Doen. Interessant. Je hebt dus wijsheid. En zwart-wit valt me op. Je hebt zwart-witte wijsheid. Je weet heel goed inderdaad wat waarheid is en wat geen waarheid is. Vanuit je intuïtie. Hoogpriesteres staat ook voor intuïtie. Maar als jij ermee wegrent, mee weg, bzz,
zoomt naar iedereen toe, dan raak je je innerlijke vrede kwijt. De luipaard, dat wilde ik net zeggen, die staat voor het doel in ogen houden. Voor ogen houden. Of in ogen houden. Voor sommigen van jullie zal het letterlijk over je ogen gaan. Die is ook interessant. Ja, kijk maar, dit valt mij ook nu op dat je dit ook als een oog kan zien. Kijk uit deze week als er een beestje in je oog vliegt. Daar kan je om lachen, maar serieus. Let maar op. Kijk uit. En hoe je er dan volgens mij omgaat. Niet met een hard stukje van een papieren zakje in je ogen zitten te peuteren en zo. Maar echt met beleid. Hou je doel voor ogen. Wat is jouw doel? Als jouw doel innerlijke vrede is, en daar ga ik even vanuit. Want ik merk dat dit de enige kaart is die trek. Hou dan dat doel voor ogen. Innerlijke vrede. Welk woord staat er voor vrede? Hoor je? Ik hoor je niet. Oh, innerlijk. In. Heeft met jou te maken. Ga naar binnen. Ga naar binnen. Ga niet meer bzz, 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 bij die, bzz, bij dat, bzz, bij zus, bzz, bij zo. Houd voor jezelf. Houd voor jezelf. En je kan wel de wereld inkijken. Je kan wel ronddraaien met je hoofd. Je kan wel de wereld inkijken, maar je blijft bij jezelf. Je hart blijft op dezelfde plek. Jouw intuïtie weet het wel, wou ik zeggen. Jij weet het wel, want jij kan je intuïtie gebruiken. Oeh, leuke lezing. Blij dat ik je dit mee kon geven. Ja, oké. Okay. Clips. Zeg mij weetjes voor als je wel eens aspirine slikt of sowieso nieuwsgierig bent naar wat al die weetjes dan zijn. En ik zie je in elk geval volgende week weer. Vergeet je niet te abonneren, te liken, een berichtje bij te zetten. Doei!